maar de klote goed. Hey, nee, nee, we gaan meedoen, we gaan meedoen. Gefeliciteerd. Margo! Ja! Man, ooit kunnen denken? Tuurlijk! Ja, tuurlijk! Tuurlijk! Hey, geweldig! Feestje, hè? Wat zeg je? Feestje maken! Ja, sowieso! Roy, even heel serieus. Ben je weer? Ik ben blij dat er nog twee anderen gescoord hebben. Anders was het helemaal je eigen feestje geweest. Ja, hè? Maar maakt toch niet uit. Moest kijken. Is toch fantastisch, jongen, met zo'n ploeg. Wie er ook scoort, dat maakt toch helemaal niet uit. Dat ik het mag zijn, dat is mooi. En dat, dat ja, zo'n teamprestatie, zo'n goal, zo goed. Ik ga meedoen met de staat op de rij, want ik zei bij die trap daar, bij die 2-0, hij gaat erin, let op mijn woorden. Ja, niemand geloofde mij, maar waar ging die bal? Ja, we hebben donderdag nog even drie ballen geschoten waarvan de twee ingingen. De keeper die wist ook de eerste bal bij NEC in zijn rechterhoek schiet. Ik denk, nou, misschien gokt hij erop, schiet ik hem in de andere hoek. Ja, dat mag gebeuren. En nou dronken worden, Roy. Ja, helemaal naar de kloten, we gaan helemaal naar de kloten. Jullie hebben verdiend, gefeliciteerd. Kasper, even de man op de achtergrond, ook even voor de camera. Waar gaat het door jou heen? Ja, is toch geweldig dit. Met zo'n clubje als zo'n Vulde, met de voorwaarden die we hebben. En we gaan er nog wel een keer op terugkomen. We hebben jongens fantastisch gedaan vandaag. Geweldig, trots. Promotie voor de Achterhoek, toch? Absoluut, en ik denk dat we vandaag nog voor het feest gaan vieren. De volgende week gaan we feest vieren. Het hele dorp is weken in de ban van wat hier gebeurt vandaag. Wij zijn erbij. Oh, yes. Giel, kom je bij? Even voor de camera. Even de 3-0, omschrijven. Ja, ik kon niet meer lopen, dat was de enige oplossing nog. Stiften. Dus ja, dat hij zo binnenvalt is hartstikke mooi. Hij vaker niet kunnen lopen, maar dat was een geweldig doelpunt, jongen. Hij zat er lekker in, hij zat er mooi in. Ja, en dan bij zo'n wedstrijd. Ja, top, helemaal top. Mooi, man. Mooi. En nu? Ja, een paar biertjes drinken en op tijd naar huis toe. Hè. Dus, Succes, ik regel taxi voor jou. Ja, helemaal goed, dankjewel. Laatste wedstrijd. Bram en René, even allebei. Bram en René. Nee. Wat een laatste wedstrijd voor Zwolle van jullie. Ja, fantastisch dat we zo afscheid mogen nemen. Dat is toch geweldig. Een jongensboek. Ja, die, van zo'n afscheid droomt iedereen toch? Is toch mooi? Jongensdroom, we zijn club, echt waar, geweldig. Ja, zuipen, jongen. Maakt een geweldig feestje van vanavond naar volgende week, jongen. De Achterhoek is trots op jullie. Ik drink normaal nooit, maar vandaag wel. Hoppakee, het is je te zien. Gero! Proost! Dat is een held! Gero! En nu dan? Hoofdklasse, hè? Hoofdklasse! Je had je doorgegaan? Ben jij op de bank? Nou, dat gaan we doen! Even kijken wat feest goed is vandaag en morgen, dan beslissen we. Volgende jaar weer op de bank, dat begrijp ik al. Feest zal sowieso goed zijn vandaag. Feest sowieso goed, dus dat gaan we lukken, denk ik. Hey, gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel, joh. Dank je. Je, is toch geweldig, je hebt niet alle wedstrijden gevoetbald, maar de mooiste wedstrijden die waren van jou. Ja. Mooi toch? Dit is geweldig, dit is echt geweldig. Dit is niet alleen een hoogtepunt voor mij, maar voor het hele team, voor heel Zwolle. Dit is echt één woord geweldig, ja. Het is toch jammer dat je weggaat al? Zullen we het omdraaien? Ik wist dat die vraag zou komen. Ja. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ga woensdag nog in gesprek. En dan gaan we kijken wat eruit komt. Want ik ben wel man, woord en woord. Maar ja, het maakt het zo wel heel moeilijk. En, ja, maar heb je zelf deel met aan, jongen. Ja, maar mijn werkomstandigheden zijn natuurlijk daarin niet de makkelijkste omstandigheden. Nee. En als mijn werkgever tegen mij zegt dat er een mouw op aan te passen is. Nou, succes met de keuze, maar nou vanavond eerst een feestje. We gaan keihard feesten met z'n allen en... Kalleman! Hoppa! Oké. Hallo. Pim, Ross en de Bramming, Pim! Hallo! Tegen Leonis dachten we van, hoger kan het niet. Na PA Almelo dachten we, nou die gaan een jaar erop degraderen. Ja. We staan hier gedomme weer! Ja, en volgend jaar weer denk ik, hè? Volgend jaar weer! Ja. Kom, dan moeten we ook niet bescheiden zijn, hè? Dit wordt opgenomen, Pim. Ja, dat maakt mij niks uit. Nee. We gaan volgend jaar weer! Jullie gaan weer een periode pakken en dan... Je moet niet bescheiden blijven, hè? Normaal gesproken zie je altijd gewoon even inclusief noten. De promovendus van de eerste klas en hoofdklas die krijgen het heel moeilijk. Maar daar gaat ze volle niet bij horen. Nee, ze kennen ons niet en wij gaan een flink... Hey, hallo! Nou. Hey, zullen we eens een paar drinken? Ja, jij ook. Jullie hebben verdiend. Ja, kijk eens. Wacht even. Kijk eens. Oh. Goed drinken. Als ja. Kun je me openmaken, want ik heb mijn inhoud. Proost. Zivol TV.
Taga! We gaan het dingen dan! Hoppatee! Niek! Man, staan we dan? Ja, heerlijk hè? Ik zei vorige week toch, Ingo Vist. En jij bent blijven staan vandaag hè? Ja, ik vind die omgeval ook al belangrijk hè? Ja. Geweldig man! Geniet er nou. En wat ben jij ervan? Ja. Papa hè? Papa goed gedaan? Ja, zwijg eens toestemmen zeggen we dan. Hij maakt een feestje van niet. Proost hè? Hey, proost! Hank! Jullie kennen mij, ik sta niet snel met een mond vol tanden, maar ik ben wel even sprakeloos. Ja, ja, nou ja, ik kan me voorstellen. Als je... Ik vond het wel jammer dat jullie er geen spannende wedstrijd van maakten. Het is wel iets anders kampioen worden, ja, dat klopt, of promoveren. Maar 4-0, 2-0 bij rust, misschien hadden we nog een paar NSC's pas dachten dat kan misgaan, maar wij waren wel aardig zeker hoor. Nou, het laatste kwartiertje voor rust had ik al in de gaten dat de jongens de koppen lieten hangen. En, ja. Maar ja, het kan altijd, hè, dus we moesten snel gewoon de 3-0 scoren en dat ging ook. Dus, Weten jullie wat jullie teweeg hebben gebracht? Ik denk een mannetje of 600-700 die vanavond ontzettend dronken naar huis gaan. Nou, ik denk nog wel meer, want we hebben even snel geteld, er was al 3000 man hier. Nou, laat de helft eens blijven. Ja, nou, dan gaan we met heel veel mensen dronken worden. Ook goed. Succes met dronken worden. Ja, dankjewel. Jullie ook. De eerste speler in de Achterhoek, denk ik, en misschien wel van Nederland, wie 5 keer gepromoveerd is. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar mooi kan niet dit. Man, die gaat door volgend jaar? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk? Uiteraard. Mooi zo. Even kort over deze wedstrijd. Heeft er eigenlijk geen enkel moment in gezeten dat het mis zou gaan vandaag, of wel? Nee, achteraf niet. Ik denk dat bij 1-0 dat er bij de tegenstander wat knakt en ja, dat is geweldig. Ja. Mooi. En nu dan? Hoofdklasse. En heel veel bier drinken. Nou. Heel veel bier drinken. Nou, je bent niet de eerste wie het zegt. Volgens mij ga je gelijk krijgen. Oké, bedankt jongens. Theo, van jou moet het ook gewoon een heerlijk gevoel zijn. Ja, buitengewoon. Je kunt wel eens wat bedenken met elkaar, maar hoofdklasse... Waar ben je begonnen? Bij de vierde klasse? Was dat vierde klasse je begon? Vijfde. Was dat vijfde? Spelen nog in de vierde klasse en toen naar 3, naar 2, naar 1 en nu hoofdklasse. Dus ja. Ja, hoofdklasse wel vaker dan, maar dat was de onderbond. Ja, laten we daar maar niet meer over praten. Dat staat niet meer. Dat is waar helemaal. Ja. Ja. Nee, alles is dat we vergeten. Hoofdklasse Volle. Ja. Als derde Achterhoekse club hebben we vandaag even gedaan. Alleen Lonka en AZV mogen ons doorgaan. Kijk. Jongen, historie jongen. Ja, sowieso. En de groep heeft hard genoeg voor gewerkt. Alles voor gedaan en voor geladen. Dus ik ga feest vieren denk ik. Heel veel succes ermee. Gaat lukken. Dankjewel. Ja, daar hoef je niet achteraan. Erik, even de openingstijden van het centrum vandaag. We zitten dicht. We gaan wel open. Vandaag niet. Vandaag niet? Ja, vandaag hier aan het bier en morgen gaan we bij ons aan het bier. Dus krijg okay, bier genoeg. Openingstijden van morgen? 15:15. Hé, hey, plezier. Ja, dankjewel. Even kijken. Ik wil Scott hebben, maar die Scott was net hier. Ja. Oh nee, nou met Radio Gelderland. Radio Gelderland? We zijn toch verdomme belangrijk. Hier, Brian. Brian, kom even bij! Ze vallen TV! Man, als jongen van de club, is dat geweldig? Ja, het is een geweldige prestatie. We hebben dit echt als team gedaan. Ja, het is echt geweldig. Ja. Je bent dit jaar teruggekomen na een paar jaar bij Gendringen bijvoorbeeld te hebben. Ik denk niet dat je er spijt van hebt, of wel? Nou, hij was vorig jaar al terug, maar inderdaad, nee, ik heb er geen spijt van. Ik ben weggegaan omdat ik weinig speelde. Ik kwam terug en eigenlijk vorig seizoen bijna alles gespeeld. Dit seizoen ook heel veel op het einde van het seizoen. Klein beetje uit vorm, maar uiteindelijk wel weer... Wat vers niet minder op? Uiteindelijk de prestatie is het belangrijkste en dat hebben we met het team gedaan. Nou, ga er tegenaan vanavond. Ja, zeker. Kom goed. Jij drinkt er ook in mee. Hè? Ja, ga er. Ja, heel goed. Proost. Jos, ook heel even Zevolle TV. Wat doet dit toch met jou? Je bent nu al een paar jaar weg bij Zevolle. Toch de binding bij Zevolle is gebleven. Dit moet jou toch ook goed doen? Ja, 100%. Ik wil niet helemaal terug in de geschiedenis, maar ik weet hoe het voelt, hoe het leeft. En ik heb zelf natuurlijk een rotseizoen gehad bij Grol. En ik was een beetje klaar met voetbal, maar dit doet me weer goed. Dit doet me 100% weer goed. Ik heb gehoord van je neemt misschien een sabbatical. Als je dit zo ziet, ga je toch volgend jaar gewoon weer lekker in de voetbalrij bezig? Ik ga zeker wat in de voetbalrij doen, 100%. Maar niet als hoofdtrainer. En ik zal hier dan zeker vaak te zien zijn. Dus kom goed. Nou, je bent altijd welkom, Jos, dat weet je. Dankjewel.
Matthijs, waar is Matthijs? Weten jullie dat? Hé hey, jongens, jongens, waar is Matthijs? Hebben jullie Matthijs gezien? Ja, daar, daar Matthijs. Matthijs, we worden erbij, even erbij, ze vallen TV. Ja. Jongen, geweldig! Ja, geweldig. Ja. Aan het begin van het seizoen hoopte ik natuurlijk dat dit zou gebeuren. Ja, nu is de droom waarheid geworden. Ja. Dus, ja. Er was sprake van dat je weg zou gaan. Kun je bij deze bewustzijn dat je bij Zwolle blijft? Ik blijf bij Zwolle, 100%. 100%. In de camera? Ik blijf bij Zwolle. Matthijs blijft Zwolle. Hebben we nou een feest voor je? Ja, zeker. Heel groot feest. Heel groot feest. Succes! Dankjewel. Jullie ook. Bij Real Taxi. Ja. Even serieus nou? Nee, doe maar niet hoor. Nee, maar is goed, maar doe even zo. Ja, voordat ik hem over me heen krijg. Nee, 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 dat gaat niet gebeuren. Scott, man, we hebben het al vaker gehad de laatste week over historie met de kleine H. De historie met de grote H is geschreven. Ja, geweldig. Ik ben zo blij voor deze mooie club. Voor de spelers sowieso, maar voor de hele club, voor het hele dorp. Ja, die hebben ons zo gesteund. En 3 jaar geleden toen ik hier aan dit klusje startte. Ik wist de kwaliteit van de spelersgroep, dus ik wist wel dat er wat te halen viel. Maar ik heb toen tegen ze gezegd, waren ze net gepromoveerd van de eerste klas, of naar de eerste klas. Wij kunnen naar de hoofdklas als je erin gelooft. En dan ben je 3 jaar verder en dan sta je gewoon in die hoofdklasse. Ja. Geweldig, geweldig voor iedereen. Ik weet dat ik aan het begin van toen gezegd heb, van het lijkt alsof ze volgende stap gemaakt heeft. Dat is de laatste 5-6 wedstrijden ook echt uitgekomen, hè? Ja, nou, de laatste weken voel je gewoon een bepaalde flow. Ik moet zeggen, vanaf dat 100-jarig bestaan, jubileum, de beelden, momenten. Als je dat dan meemaakt als speler, toen zeiden we ook tegen elkaar van dit gaat niet meer mis. En dat voel je, dat merk je, dat zie je. Dus we zaten van niks in spanning, want jullie wisten het al. Nou, je weet het nooit in de voetballerij. Ik bedoel, je hebt mij zien coachen tot de 91ste minuut. Dan denk je, als ik mezelf terugzie, denk ik, gek is dat joh. Ja. Ik bedoel, je moet 5 keer scoren om te winnen. Ja. Maar dat zit erin en dat krijg je er nooit meer uit. Maar ik ben zo trots op die gasten. Maar eigenlijk op iedereen. We hebben iedereen hard nodig gehad. Dus iedereen bedankt. En dan ga je promoveren in zo'n ambiance. De schattingen liepen erin van 2000 tot 3000 man. Dat doe je toch goed, want daar doe je toch ook eigenlijk voor? Nou, eigenlijk is dit leuker dan kampioen worden. Ik zei het net, tuurlijk. Je wil altijd als trainer het hoogste halen. Maar de club heeft wat geld binnengekregen via het publiek, de entourage. We hebben Silvold heel goed weggezet, denk ik, als team, als club. Ja, en dat doe je het voor, dat doe je het voor. En dan volgend jaar. De regel is dat de promovende van de eerste klasse het in de hoofdklasse moeilijk krijgen. Kijk naar Arnhem, kijk naar AWC, kijk naar Germania. Wat verwacht je van Zwolle volgend jaar? Ik verwacht heel veel. En dat klinkt misschien arrogant op dit moment, maar ik verwacht echt heel veel. Omdat wij zijn in staat om verschillende manieren te spelen. We zijn in staat, we hebben kracht, we hebben snelheid. We moeten wat meer gochme hebben op sommige momenten, zeker tegen dit soort clubs. Want je ziet ook dat ze kwalitatief gewoon betere voetballers hebben. Maar je komt in het voetbal kom je heel ver als je gewoon stinkende best doet. Dan kom je heel ver. En ik denk dat ons handelskenmerk volgend jaar wordt. Keihard werken, proberen goed te voetballen. Niet te naïef zijn, maar wel proberen om er een wedstrijd van te maken. Wat we dit jaar ook hebben gedaan. Ik vind het een heel goed einde. Namens Zwolle TV heel veel plezier vanavond, morgen en overmorgen en de rest van de week. Want volgens mij staat nog wel het een en ander te wachten. Ja, de club kennen er wel, maar ik wil echt iedereen bedanken. We hebben het echt met elkaar gedaan. Niet alleen de spelers, niet alleen mijn staf. We hebben de hele club, echt supporters, sponsoren, bestuur. De vrouwen, noem maar op. Iedereen die Zwolle en Waalwijk wat toedragen heeft gedaan. Dorp ook. Ik hoop dat iedereen met ons mee gaat feesten, want het verdienen ze. Heel veel plezier. Dankjewel, komt goed. Bedankt, hè. Heel even. Je wil het nooit, maar vandaag moet je. Vandaag moet je. Ja, zo. Hey Mike, wat voor cadeautje kreeg je deze week? Ja, ik zou niet meedoen. Zeg maar voetballen, hè. Goddamme dan. En wat voor een wedstrijd? Nou, dat was er wel in, hè. 4 goals, lang goal van Giel. Oh. Ja, alle goals vonden we even mooi. Al waren het gewoon allemaal eigen goals. Het maakt ons eigenlijk geen kloot uit, toch? Ja, maakt me ook niet meer reden uit, joh. En nu dan, jongen? Nou gaan we naar de kloten. En jij ook? Ja? Ja. Ik ga hard mijn best doen. Heel veel plezier. Ja, de kloot of niet? Hé, hey, succes. Dankjewel. Hij is back, Colo, colo. Colo, colo.
Ik had heel even gehoopt dat je mee zou doen. Ja, ik had ook wel een klein beetje gehoopt dat ik mee mocht doen, maar... Gisteren waren we zo overtuigd. Wat zeg je? Gisteren waren we zo overtuigd dat je mee zou doen. 85 minuten scoren, maar ze hebben het een beetje voor je pesten, hè, om gewoon gelijk 4-0 te maken. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Rotzakken. Rotzakken, ja. 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 Plezier wordt er niet minder om, denk ik, of wel? Het wordt er niet minder om, absoluut niet. We gaan echt een mooi feestje maken. Jij bent erbij, toch? Wij zijn erbij. Jullie bent er ook bij. Jij ook. Ik ga helemaal opkomen. Ga je veel plezier, man. Jij ook. Kampioenen, kampioenen, olé, olé, olé. Kampioenen, kampioenen, olé, olé, olé. Rick, uit het oog, maar nu uit het hart. Geweldig was je volde. Ja, dik verdiend, is wel weer gebleken vandaag. Helaas was ik niet binnen de lijnen, maar... Nee, maar ooit toch wel een keer. Dat sowieso. Daar hou ik je aan, hè? Die wordt opgeslagen. Dat is goed. Ja? Hey, succesvol jaar bij HSC. Dankjewel.